Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin is blij met de komst van de patriarch, maar er moet nog heel veel gebeuren. Nu, we hebben ook onze werkers zijn heel bezig en druk met de renovatie. En hier is een van andere kamers. Dat zal zijn studieroom zijn. Het is heel licht en we willen om zijn blijf heel gastvrij maken hier in het klooster. Ik werk voor mijn klooster. Ja. Dus moet iedereen wat iets kan doen van zijn vak, zeg maar, gaat gratis hier werken. Een van de vrijwilligers die het organisatorisch allemaal in goede banen moet leiden, is Sjors Hanna. Bij de vieringen in de Mariakerk worden duizenden mensen verwacht. Zondag 1 maart vindt hier een kerkdienst plaats. Dat is 's morgens om 9 uur al begint het hier. En dan worden inderdaad alle Syrisch-Orthodoxen, of tenminste de meeste van hun uit Nederland, verwacht. Dan zal hier de patriarch de dienst voorgaan. Met de bisschop van Polycarpus aan zijn zijde. In de kerk heeft hij een vaste zitplek en dat is, daar loop ik even naartoe. Dit is zijn zetel, zijn stoel, waar hij dan tijdens de kerkdienst zal gaan zitten. Natuurlijk staat hij ook vrij regelmatig, zeg maar, aan de altaar, maar dit is zijn zitplaats. Dus de oude patriarch die heeft hier ook op gezeten en nou, deze wordt dan de tweede patriarch die eigenlijk op deze stoel zit. De officiële zetel van de patriarch is Damascus. Nederland telt ongeveer 25.000 Syrisch-Orthodoxen. De meesten wonen in Twente en Amsterdam. We zijn heel enthousiast. Dat is de eerste keer dat zijn heiligheid een bezoek brengt naar ons bisdom. En de gelovigen zijn heel blij en enthousiast om zijn heiligheid hier te ontvangen. En hij bleef hier voor 10 dagen. En hij zal bezoek brengen naar alle parochies ook. En dat is heel goed voor ons en zijn heel blij dat zijn heiligheid een bezoek aan ons brengen. Dit is de Sint Ephrem waar het klooster naar vernoemd is. En onze patriarch, die dus 27e hier een bezoek aan zal brengen, die heeft ook de naam Ephrem, Mor Ephrem. Dus die is eigenlijk hierna vernoemd. Dus dat is speciaal voor hem dat hij inderdaad een klooster bezoekt die zijn naam draagt. Mor Ignatius Ephrem II staat sinds vorig jaar juni aan het hoofd van de kerk, die wereldwijd 1,5 miljoen gelovigen telt. Dus dat is hem? Vanwege de oorlogssituatie in Syrië moest hij de wereldwijde kennismakingsbezoeken met zijn parochianen steeds uitstellen. Hij is de 123ste patriarch die de kerk leidt. En slaapt hij hier ook? Ja, hij slaapt hier ook. En hij slaapt in een andere kamer. We zijn bezig met de renovatie.